Ja, dames en heren, goedemorgen op deze warme dinsdagochtend bij EBN. Als we toe willen naar een fossielvrij energiesysteem ver voor 2050, kun je niet alleen maar verbouwen en kun je ook niet alleen maar herbouwen. Dan moet je echt allebei doen. Het is goed dat EBN zijn 50-jarige jubileum besteedt aan het verder nadenken over de energietransitie. Nou, het belangrijkste wat ik hier meeneem is dat we aan de ene kant ontzettend veel haast hebben. En aan de andere kant toch de neiging hebben om diep na te denken hoe het nou echt allemaal moet. En die tijd hebben we eigenlijk niet. We moeten al beginnen. Zeker om voor de industrie de basis te leggen. En dat zijn toch pijpleidingen en energieinfrastructuur om voor hen de investeringen voor Nederland te kunnen realiseren. Ik denk ook gewoon bouwen. Dus zowel aan de productiekant in eigen land als ook het opbouwen van allerlei importketens. En ik kom maar uit een simpele bewonersinitiatief in Den Haag, dus erg bottom-up. Maar voor mij gaan werelden open hier door ook die andere problematiek te horen. Het belangrijkste wat ik meeneem uit deze sessie is dat we heel veel hebben te doen in een hele korte tijd. En niet eindeloos te blijven studeren, maar gewoon stappen nemen met elkaar. Bedankt.